In deze video gaan we kijken naar veelgemaakte financiële fouten, want iedereen denkt dat hij heel goed met zijn financiën bezig is omdat de mensen om hem heen dat ook op dezelfde manier doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat de juiste manier is. In deze video gaan we dus kijken naar wat die manier van leven is die mensen standaard vinden en wat er beter aan kan. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen, af passief inkomen. Dus zijn al onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hier op het kanaal zou ik zeggen. Dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar, ja, welke manier van leven hebben mensen die ze standaard vinden. En die de mensen om hem heen dus ook allemaal volgen. Dus iedereen doet het eigenlijk. Maar dat wil niet zeggen dat dat de beste manier is. En misschien hebben jullie mijn kanaaltrailer wel gezien. De video die je te zien krijgt als je de pagina van mijn YouTube kanaal bezoekt. Daar zit eigenlijk best wel veel verborgen boodschappen in. We hebben de laatste tijd erg veel abonnees, nieuwe abonnees op het kanaal. Dus daarom dacht ik: laat ik deze trailer eens behandelen. Dan hebben we eigenlijk ook heel veel belangrijke stappen die mensen kunnen nemen om een beter leven op te bouwen. Die worden dan eigenlijk in één video behandeld. En ik zal telkens onder deze video doorlinken naar uitgebreide video's over dit soort onderwerpen. Maar laten we dus eerst beginnen met de kanaaltrailer. Ik zal hem nou een keer afspelen en probeer te tellen hoeveel dingen jou opvallen die volgens jou beter kunnen. Ben jij op zoek naar informatie om jouw financiële situatie te verbeteren? Simpel gezegd, wil je miljonair worden? Dan ben je hier op het juiste adres. Ik ben ervan overtuigd dat ook jij miljonair kunt worden als je echt wilt en op tijd begint. Mijn naam is Ruud, ik heb HBO Bedrijfseconomie gestudeerd. Ben al sinds mijn 18e zelfstandig ondernemer. En sinds kort ben ik in loondienst om meer vrije tijd over te houden. Die vrije tijd wil ik gebruiken om een passief inkomen op te bouwen. Een passief inkomen houdt in dat je geld verdient zonder per uur betaald te worden. Bijvoorbeeld door te investeren of door een e-book te schrijven. Maar er zijn tegenwoordig nog veel meer manieren om een passief inkomen te verdienen. Ik wil de kennis en ervaring die ik heb graag met jullie delen en dat doe ik door middel van twee video's in de week. De eerste video van de week komt op maandagavond om 6 uur online, gevolgd op de tweede video op woensdagavond om 6 uur. Dus wil jij jouw financiële situatie verbeteren? En vervroegd met pensioen gaan als miljonair? Wacht dan niet langer en abonneer je nu op dit kanaal. En dan mis je nooit meer een video die misschien jouw toekomst wel gaat veranderen. Dat was dus de kanaaltrailer. En in een goede minuut, anderhalf minuut, heb je eigenlijk alle informatie waarover dit kanaal gaat. En het was dus eigenlijk ook de bedoeling om mensen snel te laten abonneren. Dat ze weten wat ze kunnen verwachten. Maar als jij dus dingen hebt geteld die jou opvallen. En je zit boven de 10, dan heb je het best goed gedaan vind ik. Dat zijn er iets meer dan 10. Het is een beetje hoe je dingen telt tussen de 12 en 14. Maar laten we dan eerst een keer gaan kijken naar het eerste stukje. En dat is op het moment dat ik zeg maar boven het bankafschrift zit. Wat dan het eerste opvalt is dat ik er een beetje somber bij zit. Een beetje met je handen in het haar. Ja, ik heb een pet op, maar in principe die houding hou ik wel aan. En dat heeft een paar redenen. Als je namelijk naar het bankafschrift gaat kijken, er staan een paar dingen op die op kunnen vallen. Ten eerste natuurlijk bovenaan het banksaldo dat is slechts 1,7 en dat is dus niet echt heel veel om op je bank te hebben, want je wilt altijd wel een gedeelte op je lopende rekening en zeker nog meer op je spaarrekening. Op je spaarrekening hou je namelijk een buffer aan van 3 tot 6 maanden aan onkosten zeg maar. Het volgende wat opvalt is de hypotheek. Die staat op 1000 euro. En dit is vooral hoog, omdat je het gaat vergelijken met het inkomen wat lager staat. En dat is 1800 euro. Dat is dus meer dan de helft van je inkomen. Gaat alleen al naar je hypotheek. En dan komen er altijd nog dingen bij. Zoals vaste lasten, zoals KPN die je ziet staan. Terwijl vaak wordt geadviseerd dat je zeg maar. Uh, maximaal de helft van je inkomen kwijt bent aan je woning. Dus dat is hypotheek, alle vaste lasten, verzekeringen, alles eigenlijk erbij. Dus in dit geval gaan we alleen met de hypotheek al over die 50% van je inkomen heen. Dus in principe heb je te veel, betaal je te veel aan je hypotheek of misschien te veel aan je huur. Het volgende wat dan misschien opvalt is het de regeltje met PornHub: dat je 10 dollar abonnement hebt. Nou, daar heb ik laatst nog een video over gemaakt, ik zal hem hier even linken. Uh, Nederlanders hebben best veel abonnementen en veel onnodige abonnementen. En dit is dan zo'n voorbeeld van een onnodig abonnement zou ik zeggen, want veel jongeren blijken veel abonnementen te hebben. Nederlanders gemiddeld 11, maar jongeren gemiddeld uh, meer dan 15 eigenlijk. Dus uh, vooral abonnementen die maandelijks terugkomen zijn natuurlijk belangrijk omdat je dan maandelijks de kosten terugkrijgt. En op jaarbasis ben je dan uiteindelijk toch best veel geld kwijt aan die abonnementen. Zeker als je er stukken 15 hebt, waar je waarschijnlijk dus al 5 van af kunt strepen, die je eigenlijk niet zoveel gebruikt. Als je daar dus meer over wilt zien, dan staat er een link onder deze video. Dan ga ik er uitgebreid op in. En ook dingen waar je op kunt letten met abonnementen en dat soort dingen. En dan gaan we verder naar het volgende punt. En dat is de autolease. Daar heb ik zelfs begin van de week nog een video over gemaakt. Wat de impact nou is van een private lease auto op je hypotheekbedrag bijvoorbeeld. Nou, daaruit bleek dat de meest ge gelease auto eigenlijk een Volkswagen Polo is, dat je daar als je gaat rekenen 65% van het totale bedrag wordt dan bij het BKR geregistreerd. Dat was ongeveer bijna 8.000 tot 9.000 euro wat je dan als schuld in de boeken krijgt te staan. Op het moment dat je een hypotheek aanvraagt kun je daardoor 47.000 euro minder lenen. Dat betekent dus dat bij een private lease auto de schuld die wordt geregistreerd Zes keer zo erg doortelt op je hypotheek. En waar de gemiddelde Nederlander bij private lease rond de 300 euro per maand kwijt is, was het in dit voorbeeld 400 euro. Dus je hebt ook nog eens een best wel dure auto. Zeker als je het een lange tijd afsluit, heb je dus best wel betalingsverplichtingen voor de komende tijd. En wat daarna nog opvalt, is dat er onder ook nog autoverzekering staat. Nou. Dus wanneer je een leaseauto hebt, zit meestal alle kosten, zeker de verzekering, zit er al bij. Dus dan is dit eigenlijk dubbel op. Maar wat ik er verder mee wil zeggen, stel je hebt geen leaseauto, dus je hebt een eigen tweedehands autootje gekocht, alles is betaald. Dan komen er behalve die kosten van die auto, benzine, vaak nog veel andere kosten bij, zoals wegenbelasting, verzekering, onderhoud, dat soort dingen. Dus niet alleen, kijk niet alleen naar de kosten van het autootje zelf, maar kijk ook naar alle bijkomende kosten die erbij horen. Want dan zul je zien dat auto's vaak een best wel grote kostenpost zijn. En kijken we nou naar het laatste punt uit dit shot. Dan is dat eigenlijk mijn portemonnee die er langs ligt. Daar zit wel wat geld in, maar... Zit er rond de 7 of 8 euro in, dus het is ook niet heel veel. Dus het is niet zo dat je al je geld eigenlijk op de bank hebt staan en dat je dan contant hebt. Nee, eigenlijk contant heb je ook niks. Dus je zit in een situatie dat je eigenlijk van maand tot maand leeft en telkens aan het wachten bent op je nieuwe salaris om daarmee dingen te betalen. En uiteindelijk aan het einde van de maand is ook weer alles op en begin je weer telkens opnieuw. Nou, dat is dus een situatie die je niet wil. En dat geef ik dan natuurlijk ook aan van wil je in een toekomst waarin je financieel onafhankelijk bent? Dan knik ik, nou ja, want iedereen wil dat natuurlijk. En dan komen er een paar punten nog meer die daar richting die toekomst toe gaan werken. In het volgende shot wil ik dan eigenlijk drie punten kenbaar maken: dat is het shot met mijn brilletje op en mijn boek. Hier heb ik het er dan over dat ik bedrijfseconomie heb gestudeerd. Um, wat het eerste opvalt is natuurlijk dat mijn boek ondersteboven zit, omdat je eigenlijk wat je daar leert, is dat van toepassing op je persoonlijke leven? Nee, want het is alles richting het bedrijfsleven gericht. Je leert er eigenlijk niks over persoonlijke financiën, dus je weet alles hoe je het goed moet doen voor een bedrijf, maar hoe je het goed moet doen voor jezelf, zul je niet leren op school. En dan blijft er natuurlijk altijd nog de vraag over van, moet je, je eigen zorgen dat je langer naar school gaat, vier jaar extra hbo bijvoorbeeld, of in mijn geval vijf of zes jaar, ik weet niet precies hoe lang ik erover heb gedaan, maar in ieder geval uh, tijd extra naar school gaan, terwijl je in die tijd ook had kunnen werken, dan is het altijd verstandig om te gaan uh, uitrekenen van tevoren naar, wat levert het me op als ik zes jaar studeer? Welk salaris kan ik dan verwachten? Of is het dan inderdaad slimmer om um, eerder te stoppen met school, met een diploma van de HAVO bijvoorbeeld, uh, dan werk te gaan zoeken, gedurende die tijd wat ervaring op te doen, ook salaris op te bouwen? Je begint lager, maar als je dan vanuit dat deel, terwijl je nog thuis woont bijvoorbeeld, al een gedeelte kunt sparen en beleggen, welke invloed heeft dat dan op de lange termijn? Ik heb het ooit uitgerekend, op de lange termijn scheelt het niet zo heel veel. Dus je kunt eigenlijk met die salarisverhoging die je zou krijgen door HBO te studeren. Of door eerder te beginnen met werken en dat meteen eigenlijk te beleggen voor een groot deel. Kom je eigenlijk op hetzelfde uit op de, op de lange termijn tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Dus het is vooral van belang van hoe sta je er zelf tegenover. Wil jij per se een diploma? Denk jij dat je dat beter bij je past? Dat dat belangrijk is voor in de toekomst? Maar financieel zal het niet zo heel veel uitmaken. En als je het wel doet, dan komt eigenlijk het volgende belangrijke punt. Zeker tegenwoordig met de manier waarop je nu geld moet lenen voor je studie. De studieschuld in dit stelsel loopt voor de meeste studenten erg op. En dat dus betekent dat tegen de tijd dat je afgestudeerd bent, je een diploma hebt, een HBO-diploma bijvoorbeeld, dat je ook vaak met een studieschuld zit. En dan begin je eigenlijk dus je leven al met 1-0 achter. Want ja, je hebt een mooi diploma. Maar je hebt ook een studieschuld die je moet aflossen, die ook invloed heeft op je hypotheekbedrag. Um, dat heeft dus allemaal impact en dat is dus het volgende punt: van uh, wat wil je leren? Um, le dingen voor je persoonlijke leven zul je niet leren op school over je persoonlijke financiën. Daarvoor kun je beter een e-book uh, lezen, een YouTube-kanaal volgen, blogs lezen, dat soort dingen. Uh, daarvoor moet je zeker niet naar school gaan. Dus dat is weer een volgend punt: van hoe sta jij tegenover school? In het volgende shot zie je me dan ook in een stoel zitten terwijl ik rustig een boek lees. Zoals gezegd um, was ik eerst zelfstandige. Uh, heb ik mijn winkel gesloten? Ben ik nu in loondienst om meer vrije tijd over te houden? Dus dat is al een punt. Je kunt gewoon terwijl je in loondienst bent, uh, werken aan je financiële toekomst, aan je financiële onafhankelijkheid. Want het is gewoon belangrijk dat je een inkomen hebt, dat je de rest van je tijd, je vrije tijd, bijvoorbeeld gebruikt om dingen uit te zoeken. Uh, kijkt welke beslissingen je moet maken om te gaan investeren voor de lange termijn. En dat dat uiteindelijk meer oplevert dan je baan. Dus begin gewoon met een baan als basis, uh, maar ga daarnaast dus dingen doen zoals ik al eerder zei, die je niet leert op school, maar dus zelf boeken lezen, YouTube kanalen kijken of blogs lezen bijvoorbeeld. Want in boeken kun je bijvoorbeeld biografieën lezen van mensen die het goed hebben gedaan, um, Bill Gates, Warren Buffett, um, Elon Musk bijvoorbeeld, allemaal autobiografieën of Steve Jobs uh, vertellen over wat ze hebben gedaan, welke risico's ze hebben genomen en wat uiteindelijk dus het is geworden, zodat iedereen ze kent. Uh, maar het kan ook zo zijn dat je ervaringen van hun leest. Fouten die zij hebben gemaakt, dat je die niet opnieuw hoeft te maken. Nou, dat kan dus in boeken, maar zoals gezegd, tegenwoordig ook makkelijk op internet via blogs of via YouTube-videos, zoals deze. Het gedeelte waar ik het over passief inkomen ga hebben is ook belangrijk, want in principe, het eerste wat je ziet is dat ik zo'n briefje met één uur van je leven wissel tegen een tientje. Dus eigenlijk verkoop je, dus zeg maar, een uur van je leven voor een bepaald bedrag. En ja, gemiddeld uurloon zal. Worden de meeste mensen rond een tientje per, per uur liggen, eigenlijk? Dus, dus op zich is dat niet heel veel, zou je zeggen. Zeker als je gaat bedenken dat het aantal uren dat je hebt maar beperkt is. Dat is maar 24 uur per dag. Je kunt niet meer dan 24 keer een uur wisselen. Um, ja, het bedrag kan misschien wel toenemen. Maar wat is realistisch? Als je een goede advocaat bent, misschien 500 euro, maar ook meer dan dat, wordt het ook niet. Als je dat gaat uitrekenen, ben je eigenlijk altijd wel gelimiteerd op een salaris. En daarom is het zo belangrijk dat je eigenlijk passief inkomen gaat opbouwen. En wat bij passief inkomen zo belangrijk is, is dat je eigenlijk die verbinding tussen een uur uh, tijd dus, of geld een beetje uit elkaar haalt. Want aan de ene kant kun je passief inkomen verdienen doordat je juist geld investeert bijvoorbeeld, uh, investeren, beleggen. Dus dan werkt je geld voor jou. Aan het andere geval kun je kijken naar de tijd die je hebt, dat je die beter gaat benutten. Dus dat je eigenlijk je tijd investeert en dat je in ieder geval niet meer tijd wisselt tegen geld. Als voorbeeld pak ik dan eigenlijk altijd een e-book, ook in deze video weer, omdat dat vaak wel herkenbaar is van mensen. Je schrijft bijvoorbeeld een e-book, dus daar doe je wat research voor. Je gaat uiteindelijk zitten typen op je laptop en je bent er uiteindelijk misschien 100 uur mee bezig. Nou, dan is je e-book af, maar dat wil niet zeggen dat je dan um, misschien het boek één keer verkoopt, dan is die tijd 100 uur. Maar wat nou als je je boek 10.000 keer verkoopt of een miljoen keer verkoopt, dan heb je niet extra tijd die je erin moet steken, want het werk is al gedaan. Dus je kunt eigenlijk bij al die verkomen die naderhand komen zeggen dat je daar niet meer voor hoeft te werken. Je hebt van tevoren je tijd geïnvesteerd en dan weet je natuurlijk niet welke opbrengst het gaat geven. Maar als het eenmaal af is heb je dus eigenlijk een passief inkomen, want of het nou dus honderd keer verkocht wordt, duizend keer of tienduizend keer, je hoeft er niet meer tien 10 of honderd keer zo hard voor te werken, want het product is al gewoon af. En zeker met digitale producten, zoals bijvoorbeeld een e-book, is dat heel erg makkelijk tegenwoordig. En zo zijn er dus nog wel veel meer um, vormen van passief inkomen, maar dit zijn vaak twee herkenbare. Aan de ene kant dus je geld laten werken voor jou, of aan de andere kant je tijd beter benutten. En dan eindigt de video met dat ik in die stoel lig, allemaal geld ligt te tappen, zo, flappen tappen, zeg maar. Uh, dat is dus de situatie waar je eigenlijk wil inkomen. Uh, een beetje het bericht daarna van is dat je, we begonnen met goede 7 euro in je portemonnee. En in dit geval heb je misschien wel 1000 euro zo achter de hand. Nou, Ten eerste is dat gewoon fijner omdat je het geld tot je beschikking hebt. Ten tweede wil het ook zeggen dat je eigenlijk een buffer hebt. Dus je leeft niet meer van maand tot maand, salaris tot salaris, maar je hebt gewoon geld achter de hand. En dat is dus die situatie waar je eigenlijk naartoe wil werken. Zoals gezegd... Uh, op dit kanaal maak ik heel veel video's over al deze onderwerpen. Dus sommigen gaan over uh, geld sparen of besparen, anderen gaan over investeren en beleggen, anderen gaan juist over passief inkomen. En in deze video wil ik dus eigenlijk al deze punten even kort behandelen, ook laten zien van hoe ziet het er eigenlijk voor de meeste mensen misschien een bank of een, een bankafschrift uit. Maar wat is daar eigenlijk verkeerd aan? Wat kun je beter doen? Mocht je naar aanleiding van deze video nog geen abonnee zijn, abonneer je dan op het kanaal. En zoals gezegd, krijg je dan elke week twee video's over dit soort onderwerpen. En vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag en laat ik weten in de reacties onder deze video waarom je iets goed vond of minder goed. Dan kan ik dat altijd meenemen naar de volgende video. Heb je nou nog vragen of opmerkingen? Dan kun je ze natuurlijk onder deze video achterlaten in de reacties. Maar we hebben ook een Discord chat. Uh, dat is een kanaal met verschillende groepen, eigenlijk, maar in ieder geval met bijna 100 man zijn we daar altijd actief op bezig. Uh, misschien heb je vragen, opmerkingen, leuk nieuws dat je wilt delen. Er zijn eigenlijk altijd mensen die je kunnen helpen. Gewoon in een chat kunnen we op elkaar reageren, elkaar helpen. Uh, dat is altijd wel ja, gezellig en aan de ene kant en interessant ook aan de andere kant. Dus ook een link daarvoor zal je onder deze video vinden. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.